En toen is het een deel van mijn hand afgerukt. Ik heb nu zelf ook gezien bij het Rusink dat heel veel mensen toch wel met een beperking eigenlijk wel tegen een muur aanlopen. Wij willen heel graag mensen helpen. En bij mij gaat echt alles puur op gevoel vanuit mijn hart. De kringlopen zijn altijd begonnen, 30 jaar geleden, om juist mensen die het niet konden betalen, om die te helpen. Mm-hmm. Alleen die kringlopen die zijn er helaas niet meer. En dat is wel onze insteek. Wij zijn totaal niet commercieel. Wij willen dat ook niet. Wij willen heel graag mensen helpen. Uiteindelijk moet het natuurlijk ook verkocht worden. We maken kosten hier. Maar als wij het break-even altijd halen, iedere maand, dan zijn wij meer dan gelukkig. Mijn hand is in een afvulmachine gekomen. Daar zit een zuiger in met een cilinder en daar staat perslucht op en daar gaat niks harder dan perslucht. En daar had ik mijn hand in en dat is dichtgeklapt en toen is het een deel van mijn hand afgerukt. Ja. Dus als jij een amputatie krijgt aan een vinger, dan is het heel vaak dat het gesneden is door middel van een modderzaag, een mes. En dan is het allemaal keurig netjes recht, maar bij mij is het gewoon allemaal afgerukt. Dus eigenlijk alles gaat een aantal millimeters, ook vanuit je hoofd, vanuit je nek, vanuit je schouder, gaat allemaal meer naar buiten. Dus het is niet alleen het probleem wat ik hier in de hand heb gehad, maar ook zeer zeker in mijn schouder. Ik wou heel graag weer terug in het bedrijf waar ik werkzaam voor was. En ook veel dingen geprobeerd, ook in het kader van het tweede spoor. Maar alles zat gewoon tegen. Ik kon niet tegen trillingen, ik kon niet tegen warm-koud, ik kon niet tegen... opmerkingen, want ik kreeg heel veel opmerkingen om mijn hoofd geslingerd omdat ik een niet zichtbare handicap heb. En ja, dat zijn gewoon heel lastige dingen. Uiteindelijk ben ik bij een psycholoog terechtgekomen, ook weer via het Rusink. En ook daar gingen de eerste gesprekken heel slecht mee. Dat zelfs de psycholoog zegt van, ja, het heeft geen zin om met jou te praten, neem je vrouw de volgende keer maar mee. Dat is ook gebeurd. En eigenlijk sinds die tijd is het wel de andere kant op gegaan. Ze liet mij ook echt wel zien dat een handicap eigenlijk geen obstakels hoeft te zijn. En bij mij was het alleen maar één groot obstakel. Je hebt 14 mensen met een rugzakje in vaste dienst. Waarom wil je dat? Ja, het tikkert mij gewoon. Ik bedoel, ik heb nu zelf ook gezien bij het Rusink dat heel veel mensen toch wel met een beperking eigenlijk wel tegen een muur aanlopen. Dat ze eigenlijk niet erkend worden door de maatschappij. Met name als je een niet zichtbare handicap hebt. Dan zeggen de mensen al heel gauw zoiets van, ja, maar die kan je wel gewoon werken. En die mensen die zitten heel vaak toch wel tussen de oren, zitten ze zo erg in de knup. En als ze dan hier komen en ze zien geen baas, ja, dan is het veel luchtiger ook voor die mensen gewoon te werken. We praten gewoon over koetjes en kalfjes, we nemen elkaar in de maling, we zitten grapjes met elkaar te maken. En als het even niet gaat met iemand die in vaste dienst is, ik stuur hem gewoon naar huis. Van, neem je rust, ga lekker naar huis, kost je geen snipperdagen, allemaal niks. Gewoon neem je tijd. En dat vind ik gewoon heel belangrijk. Want ik heb er niks aan dat zo'n persoon zich over de kop heen werkt. En op een gegeven moment 2-3 maanden in de ziektewet zit. En nu in dit geval hou ik ze toch heel dicht bij het bedrijf. Maar wat is de kern van jouw succes? Waarom werkt het? Waarom lukt het jou om deze mensen hier wel een blijvende werkplek te geven? Wees jezelf. Wees niet de grote baas van een groot bedrijf. En kijk niet altijd naar het geld. Kijk eens maar naar de mensen. We hebben vorig jaar bij een bedrijf een lezing gehouden. Dat mensen dus vastliepen dat ze geen mensen konden krijgen. Toen gaf ik aan. Kijk nou eens naar mensen met een rugzakje. En eigenlijk wat ik te horen kreeg van het bedrijfsleven in het algemeen. Was van wat kost dat allemaal wel niet. En welke opleiding moet ik allemaal wel niet volgen. Ja, dat stoort mij zo tegen de bos aan. Dat ik gewoon denk van ja maar. Dat de insteek al is, dan moet je er per definitie niet aan beginnen. Je moet het gewoon vanuit je hart doen. En doe je het niet vanuit je hart, dan moet je er gewoon mee stoppen. En bij mij gaat echt alles puur op gevoel vanuit mijn hart.